Hoi, ben je lopend naar school gekomen of met de fiets? En ga je altijd met de fiets? Ja. Alleen als mama boodschappen moet doen, ik en dan en als ik regen. Maar verder altijd met de fiets. Vind je niet erg? Goed. Sta je met Johan Vlier bij de stadhouder Willem III school, directeur. U doet, uw school doet mee aan de landelijke actie, fietsen en wandelen naar school. Waarom? Ja, we vinden het belangrijk, dat is in het nieuws ook vaak gezien, dat we zoveel mogelijk kinderen met de fiets of lopend de school zien te krijgen. Het is hier behoorlijk druk, vooral 's ochtends en 's middags met kinderen halen en brengen. En ja, dat zorgt nog wel eens voor wat problemen. Dus hoe meer er lopend of fietsen in school komen, hoe prettiger wij het vinden. Zijn er wel eens ongelukken gebeurd? Nee, ongelukken niet echt. Heel af en toe wel eens bijna ongelukken. Dus we moeten wel alert blijven. En dat proberen we ook wel te doen door verkeersmoeders in te zetten die het verkeer zo goed mogelijk proberen te regelen. Ja. Is hier een probleem met, ook met auto's parkeren of niet? Valt dat mee? Ja. Echt wel. We zijn al langer, eigenlijk al wel jaren met de gemeente in gesprek om het aantal parkeerplaatsen hier te proberen te vermeerderen. Dat is best lastig. Het is wel een beetje gegeven, maar ja, er zijn gewoon eigenlijk te weinig parkeerplaatsen hier. Maar u stimuleert de ouders liever om met de fiets en te voet te komen? Ja. Dat heeft, aan de ene kant is dat, zorgt dat hier voor een ontlasting van het verkeer, maar aan de andere kant ook dat kinderen eerder wennen om aan het verkeer deel te nemen. Ja. En moeten sommige kinderen ook van erg ver komen, of valt het mij? Ja, daar komen kinderen vanuit Otterlo, Harskamp, Lunteren, Edeveen. En ja, goed, dat zijn dingen die zullen met de bus of met de fiets of met de auto blijven komen, denk ik. Ja. Een deel daarvan komt overigens wel met de bus en dat zorgt natuurlijk voor veel minder overlast, want ik kom met z'n 30 tegelijk aan hier. Ja, en misschien een eindje van de school af? Nee, dat is hier... Toch wel dichtbij? Ja, maar goed, dat is stoppen, uitstappen. U verwacht van deze dag wel dat er meer mensen in het vervolg met de fiets of te voet zullen komen? We hopen het en we verwachten het ook wel. We horen van ouders die zeggen, nou, ik ga in ieder geval die dag. En dan weten ze hoe dat bevalt. En dan hopen we dat ze vervolg gaat krijgen, ja. Oké, nou veel succes ermee. Bedankt. Het is een hele wagen volgeladen. Komt u altijd met de fiets of niet? Ja, ik kom altijd met de fiets. Dus deze dag had voor u eigenlijk niet gehoeven? Nou ja, ik vind het wel een goeie. Anders was ik als ik was naar mijn moeder gegaan, dan was ik wel met de auto gegaan. Oh. Af en toe met de auto. Ja. Maar ik denk, nou kan ik het maken om... Woont u ver hier van school of niet? Richting Lunteren. Kwartier met de fiets. Oh, dus wel buiten Ede? Ja, nou, op de rand. Op de rand, ja. Maar het is goed te doen? Het is goed te doen. Ik vind het zelf wel. Prima. Vinden jullie het leuk op de fiets of niet? Ja. Ja? Kijk eens hierheen. Waarom vind je het leuk op de fiets? Waarom vind je het leuk in de fiets? Of ga je liever in de auto? Nee. Nee? Liever in de fiets? Op de fiets? Ja. En ga je zelf ook fietsen straks? Nee. Ja joh, jij gaat straks fietsen, man. Kom op. Mama, denk op. Wie bent u, mevrouw? Mevrouw Veenendaal. Komt u uit Ede? Ja. Woont u ver hier vandaan? Nee, Bettenkamp. Dat is niet zo ver, dus nee. Komt u, als u kinderen brengt, misschien altijd al met de fiets of lopend? Nou, ook als slecht weer is met de auto, maar... Toch wel? Ja, toch wel. Heel vaak ook al. Heel vaak, ja. Als je moet werken. Oh. En denkt u dan dat dit u stimuleert om toch de auto wat vaker te laten staan, zo'n dag? Dat u even bewust wordt gemaakt? Nu even bewust, anders had ik misschien de auto puur gemakzucht. Je hebt hem staan, dus... Ja, dat is vaak het punt. Ja, precies. Ja. En levert het hier in de straat dan met de auto soms problemen op of niet? Ja. Dat u hem slecht kunt parkeren? Ja, voornamelijk 's middags ook. Dus dan is het eigenlijk, het is veel praktischer ook met de fiets. Ja, om het toch niet te doen. Ja. Dus dan kom ik 's middags wat later, hè, dan dat het niet zo druk is. Ja, maar het levert het hier gevaarlijke situaties op soms of valt dat mee? Dat vind ik zelf meevallen. Ja, oké. Okay. Ja. Maar u komt in het vervolg met de fiets of u twijfelt nog? Ik ga mijn best doen. Als het weer wat kouder wordt misschien, dan is het moeilijker, hè? Ja, precies. Ja. Ik ga mijn best doen. Ja, dank u wel. Ja, oké.